Hallo. Hallo. Ja, ik moet niet meer zelf op missie gaan. We moeten nu gewoon samen op missie gaan als gezin. Zo boem, boem, boem. Dan gaat heel het huis kapot. Je gedraagt je nog steeds als een verwend kind. Ik denk, het is niet gelukt. Ik ben Koen en ik woon met vrouw en kind in een tiny house van 16 vierkante meter. Dat maakt mij volgens sommige mensen een vreemde vader. Maar Nederland zit vol met vaders die niet voldoen aan de norm. Ik ben benieuwd waarom ze zo leven en wat ze hun kinderen willen meegeven. Daarom pak ik de camera en ga ik op bezoek bij de vreemde vaders van Nederland. Vanochtend pakte ik de trein naar Rotterdam, want daar ligt tijdelijk het grootste ziekenhuisschip ter wereld. De Global Mercy. Aan boord van dit schip woont vader Gerrit met zijn vrouw Irma en zijn drie kinderen, Jeva, Rane en Espe. Kun je mij meenemen naar het moment dat je vader werd? Wauw. Ja, dat weet ik nog wel goed. Ik denk dat ik het eerste waar ik aan denk is het moment dat ik het hoorde. Ik was op oefening, ik was in Noorwegen als militair. En daar belden ze me volgens mij. Mijn dagelijks leven zag er toch wel uit. Ik was door de week weg. Ik kwam in het weekend thuis, of ik was voor maanden weg, of oefening, of voor missie. En zo heeft het er eigenlijk uitgezien tot en met ons derde kind, Espe. Die zei ik eigenlijk gedag toen ze 2 weken oud was. Toen ging ik weer voor 6 maanden op missie. En dan kreeg je ook tijdens die missie kreeg je dan filmpjes terug van, hè, ze maakt deze vooruitgang, ze kan niet kruipen en dat soort dingen. En... ik had helemaal ik herkende dat kind niet als mijn kind, zeg maar. Gewoon als een kind. En dat was heel vervreemdend. Espe, lief konijntje, Espe. Uiteindelijk bij de terugkomst, dan komt het weer goed. Dan is die verbinding van vader, kind is er weer. Maar dat heeft me toen wel eigenlijk gedreven om een verandering te maken. En te zeggen, ja, ik moet niet meer zelf op missie gaan. We moeten nu gewoon samen op missie gaan als gezin. Dus toen zijn we gaan zoeken naar organisaties waar dat bij kon. En Mercy Ships kwam vrij snel naar boven, omdat ja, het is een gemeenschap, dat wilden we heel graag. Het is een dorp aan zich met allemaal talenten bij elkaar. Kinderen hebben een veilige omgeving om te leren. Er is een school aan boord en we gaan naar landen toe om een boost te geven, medisch gezien. En daarna gaan we weer weg naar het volgende land. Dus die hele dynamiek vonden wij heel, heel belangrijk en interessant en daarom paste dat bij ons. Door zijn ervaring als militair kon hij de functie krijgen van Ship Security Officer en is hij verantwoordelijk geworden voor de veiligheid op het schip. Een nieuwe missie, maar dit keer hoeft hij niet zijn gezin achter te laten, want iedereen mocht mee. Je hebt 3 kinderen, dus je maakt niet alleen de beslissing als stel, maar ook voor de kinderen. Wat waren jullie afwegingen? Toen begonnen waren ze 2, 4 en 6. Dus toen dachten we eigenlijk van nou, dit is eigenlijk de perfecte leeftijd om ons los te weken van Nederland even om wat anders te doen. Want de kinderen zitten ook nog niet ergens aan vast. Dus wij maakten wel bewust die keuze voor hun. We nemen ze daar wel in mee. We vragen ook de kinderen van, hey, hoe staan jullie hierin? En wat willen jullie? Maar ik denk wel dat we ze als ouders wel daar het voortouw in nemen. Ik had heel sterk het gevoel van, oké, dit leven, ik heb het eigenlijk een soort van geleefd. Het gaat nu om de volgende generatie, mijn kinderen. Wat is er dan belangrijk dat ik ze nu meegegeven? En dat is denk ik de verbinding tussen mij en mijn kind. Dat zij zien wat ik doe en dat ik zie wat zij doen. En dat zien we heel, heel, heel goed aan boord. Kijk, Era en Espe is zo enthousiast. Ze zitten in roepen naar Gertje. Hi, papi! Wat is het papi dan aan het doen? Oh, daar staan ze, de mannen buiten. Papi! Hi! Oh, dat is papa met zijn helm. Ja! Naast het leven op het schip is er ook nog tijd om aan land te gaan om samen te ontspannen. Maar ook om kennis te maken met andere culturen. En ik wil dus ook laten zien dat het puur een soort van geluk slash genade is dat ik dit leven heb zoals ik het heb. Dat ik hier ben opgegroeid in rijkdom, dat ik goede ouders had, dat ik goede gezondheidszorg had, dat ik goede opleiding had. De enige reactie die daarop van toepassing mag zijn, voor mijn gevoel, is dat je daar dus van gaat delen. Dit is wat wij denken dat belangrijk is in het leven. En daar mogen jullie over onze schouders meekijken. Tijd om even binnen te kijken bij de familie van de Noord. Hallo. Hallo. Wie zijn jullie? Espe en Rane. En jullie wonen hier? Ja. Mag ik jullie huis zien? Ja. Kom maar even binnen. De familie woont in een knusse cabine met alles erop en eraan. Als eerste zie je Jeva's kamer. Dat is jullie broer. Ja. En dan hebben we de badkamer. Nice.
is? Onze kamer. En we kunnen de bed omhachten en ik kan ons spiegel eronder. En hier hebben we een spiegel. Nice. Hallo. En dan hier hebben we papa en mama's kamer. En zij hebben dan een raam. Wij niet. Dus wat voor kamer is dit? De woonkamer. En dit tafeltje? Ik kan niet bewegen. Ik zit lekker vast, want dan gaan we vader en dan gaat hij zo boem, boem, boem. Dan gaat hij heel het huis kapot. Dus alles zit vast? Ja, ook de bank en ook de tafel. Dankjewel. Wat voor vader is Gerrit? Een hele betrokken vader. Hij is hele delen van de levens van de kinderen zijn niet aanwezig geweest vanwege zijn werk. Maar dan altijd als hij thuis was in het weekend en nu ook nog steeds, altijd als hij thuis is, dan is hij er ook echt. Hoe was die switch naar met elkaar in een mini-community leven en heel veel bij elkaar zijn? Super moeilijk. Ik ben best wel iemand die goed op zichzelf kan zijn. En ook die tijd ook best wel soms nodig heb om daarna weer in gemeenschap te kunnen zijn. Gewoon dat niet dat even die autorit naar huis hebben of even op je fiets zitten en naar huis rijden. Even je hoofd leegmaken voordat je weer het huis binnenstapt. Dat was er allemaal niet meer. Dus dat heb ik echt moeten leren. En dat is tevens dan dus ook nu de grootste uitdaging voor ons. Want we moeten weer opnieuw een huwelijk hebben, opnieuw weer gezin zijn. Want nu zijn we altijd bij elkaar. Nu is er nooit meer even tijd alleen. Dus het leven met je gezin en het leven met het werk, dat is gewoon één grote mengelmoes. Zeg maar, ik ben altijd oproepbaar, maar ik ben ook altijd vader. Goedendag, Jan van der Bos. Volgens mij is hij aan het broekzak bellen. Hallo, broekzak van Jan van der Bos. Ja! Terwijl Gerrit belt met de broekzak van Jan van der Bos, ja, heb ik tijd om even te kletsen met Rane en Espen. Hoe is dat op de Global Mercy te wonen? Leuk. Ja? Mm-hmm. En wat doe je dan op een dag? Naar school en met vriendjes spelen en naar buiten. En huiswerk doen. Dus het klinkt eigenlijk gewoon als een normaal leven. Behalve dan op een boot. Ja. En we gaan bijna elke dag naar school. Niet elke dag. Niet elke dag? Nee, soms hebben we vrij. De lunch is voorbij en vandaag moeten de kinderen gewoon naar school. Naar school toe. Gerrit en ik lopen even met ze mee. Dat is gewoon een loopafstand, denk ik. Gewoon de deur uit, de gang door, de trap op en de les kan beginnen. Wat hoop je dat je kinderen meenemen van deze tijd? Het eerste wat in me opkomt als je die vraag stelt, hè, wat hoop je dat ze meenemen, is dat ik nu heel vaak momenten heb dat ik mijn kinderen zie en ik denk, ja, je gedraagt je nog steeds als een verwend kind. Ik denk, het is niet gelukt. Het is nog steeds gewoon klagen om, ik wil meer, de ander heeft dat en ik wil ook wat lekkers. Maar als ik ze zie alleen, als ik er niet bij ben, dan hoor ik ze wel praten over de dingen die ik eigenlijk gehoopt had dat ze over zouden praten. We zijn nu een tijd in Nederland geweest vanwege corona, moesten we even wachten. En onze kinderen, toen ze net weer terug in Nederland kwamen, gingen gewoon midden op straat gewoon een half uur met een wild vreemde staan praten. En dat deden ze gewoon dagelijks. Dat gewoon zo totaal normaal vinden. Dat er geen verschil is meer tussen leeftijd en klasse en rassen of hoe we dat ook labelen. Dat zat er echt keihard in bij onze kinderen. En je zag na anderhalf jaar in Nederland zijn, dat ze weer helemaal de Nederlandse cultuur en wat is normaal om te doen en wie kan ik wel aanspreken en hoe moet ik dat doen, dat zat er weer ingebakken. En ze zei ook, wat vind je het mooiste om weer terug aan boord te gaan? En zei ze, ja, daar kan je echt helemaal jezelf zijn. Die omgeving, als ze dat gewoon een tijd kunnen hebben, ik denk dat dat een echt enorme verrijking is. Ik denk dat ik daar nog misschien wel het meest blij om ben. En ik ben blij dat ik een dagje mocht meelopen met Gerrit en zijn familie. Wat denk jij? Zou jij alles achter je willen laten om op de Global Mercy te gaan wonen? En wat vond je van deze aflevering? Laat het weten met een duimpje en een reactie. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal voor vreemde vaders en nog veel meer.